Nog één puntje uit de actualiteit, namelijk Kim Jong-un in Rusland. Ja, dat was weer een vreselijke jongen is het toch eigenlijk. Hè? Oh, jij ja, kent die door. Kim Jong-un. Ja, Kim Jong-un. Ja. Ja, ik denk dat hij ondertussen ergens in de 30 is geworden of zo. Nou ja, het is... volgens mij kon je aan Poetin zien dat hij elke keer dacht dat ik toch met deze druiloer niet waar op de plaat moet worden gezet. Om ook nog een hand moet geven met hem rond moet lopen. Alleen omdat hij meer munitie in de pakhuis heeft liggen dan ik. Althans, dat was mijn indruk. Ik bedoel, het is natuurlijk wel de gek van Sans Huis, die Kim Jong-un. Ze hadden flink uitgepakt, hè, fanfares en rode lopers. Ja. Hij was degene die zijn oom, die geloof ik iets had gedaan wat niet mocht, heeft hij met luchtafweer geschud en flarden laten schieten. Dat je ook denkt, ja, kennelijk op een of andere manier dat ook zo'n familie niet al lang eruit gebonjourd is daar in Noord-Korea. Wist je dat Noord-Korea oorspronkelijk het welvarende deel van Korea was en Zuid-Korea was het achtergebleven agrarische sukkeltje van Korea? En kijk wat er gebeurd is. Hij heeft toch alles eerder geconstateerd. Dat we een aantal fantastische experimenten hebben gehad in de recente geschiedenis. Waarbij een identiek land in tweeën werd gedeeld. Door omstandigheden, die stomme koude oorlog. En dat je dan eens kunt zien wat de effecten van die systemen zijn. En dat je 100 slechte dingen kunt verzinnen over het kapitalisme. Alles wat je maar wil, daar kunnen we een hele middag over doorzeuren. Maar je moet constateren dat na een halve eeuw of vrije markt of georganiseerd door een communistische beweging, dat die vrije markt wel vrij evident te verkiezen valt. Wat is nou de reden, want jij zei al van hij heeft meer munitie in die pakhuizen liggen. Poetin is natuurlijk op zoek naar nieuwe bondgenoten om een front te gaan. Hij heeft natuurlijk niks aan een bondgenoot. Ik bedoel, althans, geografisch heeft er die niks aan. Aan Noord-Korea bedoel je? Iedereen weet dat Noord-Korea natuurlijk door een gek gerund wordt. En dat Noord-Korea vooral een doodarm bang, ja, een soort paranoïde vogeltje is. Wat alle denkbare moeite doet om geen eitjes meer te leggen, maar zoveel mogelijk voorkomen nutteloze raketten en atoombommen te bouwen. Maar ja. Maar wat is dan de reden? Ik heb al eerder bepleit om Noord-Korea een soort aparte status te geven. Namelijk, tot welke totale waanzin politiek kan leiden. En dat we ze dan voorzien van energie en voedsel, en daar hoeven ze dan geen moeite voor te doen. Maar dat er dan wel busreizen worden georganiseerd naar Noord-Korea, zodat iedereen kan zien, niet waar, wat politieke waanzin kan bewerkstelligen. Ja. Ik heb je dat ooit wel eens verteld, toch? Dat ik een keer heb onderzocht om daar op vakantie te gaan in Noord-Korea. Dat is ook wel een heel, heel raar idee, toch? Nee? Ja, ik vond dat wel, dat is een soort van openluchtmuseum daar. Ja, het is een openluchtmuseum van de waanzin. Dat is absoluut waar. Ja, maar ik zou dat met een vriend doen en zijn vriendin vond het toch niet zo'n goed idee. Want ze was toch wel bang dat als je daar iets verkeerds doet, dat je daar dan vastgelegd wordt. Een hele verstandige vriendin, hè? Want je hoeft maar over zo'n vlag te struikelen en je krijgt 25 jaar strafkamp. Ja. Ja. Er zijn meerdere van die Amerikanen die ook zo'n beetje met van die varen. Ik wil het ook wel eens zien en hoe zit het in elkaar en zo. Maar er staan op het internet staan de verschillende reisverslagen van mensen die het dus wel hebben gedaan. En die omschrijven het vrij gedetailleerd. Volgens mij ga je vrijwel altijd met de trein vanuit China. Vanuit China worden ze volgens mij ook georganiseerd, die reizen, daar naartoe. En volgens mij is Floortje Dessing of iemand van dat reisprogramma van de publieke omroep ook wel eens een keer daar naartoe gegaan. Wel interessant om te zien, want je mag eigenlijk nergens. Je mag alleen maar naartoe waarvan zij zeggen, hier mag je komen. Ja, het is een... wat zal ik zeggen? Het is meer dan een politiestaat. Het is de strafgeorganiseerde waanzin. Dat is het eigenlijk. Ja, maar wat heeft Poetin dan aan dit bezoek? Wat wil hij daarmee bereiken? Dat hij die munitie krijgt? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het gewoon heel praktische oorzaak heeft. Maar moet je daar dan zo'n enorme... Ja, bijeenkomst voor organiseren. Ja, dat denk ik wel, omdat die dikke jongen, die vindt dat leuk, denk ik. Heb je gezien dat ze bezig waren om die enorme, wat was het, ik geloof een Audi, in die trein te rijden, manoeuvreren. Dat is ook weer die mensen, die beveiligers die daar langs moesten rennen.
Dat had hij toen toch, toen Trump hem ontmoette. Toen kwam hij ook in zo'n limousine aanrennen met 20 van die beveiligers. Ja, die dan in zo'n looppasje ernaast lopen. Ja, en toen ging die auto sneller rijden. Bij de Amerikaanse president soms ook. Als dan reizen dan met name ook daarbij die avenue van het Witte Huis, zeg maar, naar het Capitool. En dan zie je die luider zo in zo'n security drafje naast lopen. Ja, Trump en Kim Jong-un, dan heb je wel... Dan begrijp je al een basis voor een heel gekkenhuis eigenlijk. Ja, ja. En dat moet Poetin zich dus ook wel realiseren. Maar heeft hij niet meer een andere bondgenoten? Nou ja, hij heeft natuurlijk één grote bondgenoot, China. En China financiert Noord-Korea weer. Ja, zeker. En China heeft hem niet veroordeeld. Al was het maar natuurlijk omdat ze met hun eigen problemen zitten in de buitenprovincies... Met lui waar ze niet de bijster welkom zijn. Of dat nou Tibet is of die Oeigoeren. Dat is natuurlijk wel duidelijk. Dat ook China natuurlijk een repressieve, een extreem repressieve staat is. We zullen zien hoe ze dat er vanaf gaan brengen nu het economisch zo slecht gaat in China. Ik ben heel benieuwd wat daar de gevolgen van zullen zijn. En ja, bovendien vindt Rusland natuurlijk zeker ook in de bekende... Zeggen de buitenwereld, om het maar zo te zeggen, niet het westen en niet het oosten, maar het vage midden. Vindt Rusland alle mensen zeggen van ja, waarom zouden wij hem veroordelen? Kan wel eens goed uitkomen. Misschien kan hij ons nog iets leveren of kunnen we hem wat leveren. Denk aan India. Wat in feite, als ik het begrepen heb, een enorme massa's energie op een koopje heeft aangenomen. Toen Poetin dat natuurlijk niet meer kwijt kon.